Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Welkom bij de laatste review van 2019. En zoals beloofd gaan we die eindigen met de Gros finale. En een hele mooie koker. Genummerd met nummertje 5632. En er zat ook een, ja, een mooi persbericht bij. Ik ga eens even kijken wat er allemaal over in staat. Echt ten eerste al ja, echt complimenten voor de vormgeving van het hele gebeuren. Het ziet echt heel mooi uit. Ik zal even voorlezen wat er een beetje in staat. Het einde van 2019 komt langzaam, maar zeker in zicht. Tijd voor lijstjes, goede voornemens, oliebollen van de lokale kraam en een koud glas champagne. Allemaal tradities die onlosmakelijk zijn verbonden met oud en nieuw. Alhoewel, ondanks dat Nederlanders graag een glaasje alcohol drinken tijdens de jaarwisseling, hoeft dit niet per se champagne te zijn. De helft van de Nederlanders drinkt dat eigenlijk alleen omdat het erbij hoort. Nou, daar ben ik er één van. Ik ben helemaal geen champagne liefhebber wat dat betreft. Dit is ook een van de redenen dat Gros dus de finale gebouwen heeft. Even kijken hoor. Wat meer in staat. Nou, van Gros finale 70 centiliter zijn slechts 6000 flessen gebotteld. Een fles heeft een adviesprijs van €12,99. Exclusief verkrijgbaar bij de Plus supermarkten vanaf week 48. Nou, dat is natuurlijk al lang zo geweest. Dus die is waarschijnlijk al uitverkocht, zolang de voorraad strekt. Wat ik begreep van Gros is dat ik een van de uitverkorenen was om er te gaan, die hem thuis gestuurd heeft gekregen. Ik weet dat de Beer Quality hem ook gehad heeft. En volgens mij ook vandaag, deze komt op Oudjaarsdag online, ook gereviewd heeft. Dus check ook even zijn review wat hij ervan vindt. En het gaat hier om een beer gebrouwen met druiven en champagnegist van volgens mij 10%, 10,5%, 70 centiliter. Gebrouwen met verschillende Spaanse druiven die het bier een mooie fruitige smaak geven. Door gebruik te maken van speciale champagnegist krijgt het bier het karakter van een wijn. Met een strakke droge afdronk. Proefkarakter. Proost op de finale. Nou, zo ziet hij dus eruit. Hier staat het een nummertje ook op. We gaan hem gewoon even openmaken. Hij is al een keer open gemaakt toen ik het bier binnenkreeg. Mooi op de koker ook. Het embleem van de proeverij. Hele mooie fles. Er zit echt nog wat in. Een mooie kaartje. Nou, met smaakbeschrijving. Hij moet vrij droog zijn met een best wel grote body. Klein zuurtje, beetje citrus. Heel klein beetje grassig. Altijd wel leuk om te zien. Nou, die koker die kunnen we mooi. Ik denk dat hij wel een mooi plekje gaat krijgen. Misschien heb ik daar wel. Ik heb altijd een klein dingetje met mijn, waar ik de bierdopjes in gooi.
Nou, deze stuk groter, dus daar gaan we dan mooi de bierdopjes in gooien. Kunnen we er een stuk meer in. Maar we gaan hem gewoon even openmaken. Heel benieuwd wat hier, of hier nou een kroonkurk op zit of niet. Of zit gewoon... Weer een kurkentrekker voor nodig, want dan hebben we een probleem. Nee. Een gewone kurk. Gaan we gewoon even openmaken. We zijn inmiddels alweer 5 minuten aan het lullen. Kleine sis. En we gebruiken uiteraard het gros glas hiervoor. Nou, ten eerste is het echt kraakhelder. Mooie witte schuimkracht die waarschijnlijk heel snel weggaat. Een beetje, ja, van alles door elkaar eigenlijk. Kleine belletjes, grote belletjes. Ja, je hoort het kools, je hoort je gewoon. Gaan, wat niet zo heel raar is natuurlijk in een... in zo'n bier. Nou, ziet er wel mooi uit. Gaan we gewoon even ruiken. Ja, je krijgt echt die witte wijn, champagne invloed, die ruik je zeker heel goed. Klein beetje citrus. Gassig, hooiig een beetje. Maar zoals je ziet, die schuimkraag is nu echt helemaal weg. We gaan nog maar even proeven. Gros, hartstikke bedankt voor de bier. We gaan hem proeven. Proost. Oké. Dit is eigenlijk het eerste keer dat ik volgens mij een champagne bier drink, of bière de brut, of hoe je het wil noemen. Zoals ik zei, ik ben geen fan van champagne. Dat is misschien al min 1 voor de score. Maar hij heeft... Zeker dat champagneachtige, die druiven, die proef je goed. Klein beetje citrus, hij is droog. Ja, hij doet gewoon wat hij moet doen. Dus in zijn stijl is het denk ik wel een goed bier. Hoewel ik de stijl niet heel erg goed ken. Vind ik het lekker? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Ik ben er niet heel erg wild van. Maar in zijn stijl is hij echt goed. Denk ik. Maar hij is echt heel... Het is echt heel maf. Het is echt een heel maf bier. Als je het überhaupt al nog... Ja. Kan je nog bier noemen? Het, waarschijnlijk wel, maar... Echt achterhalen wat de ingrediënten zijn. Nee. Water, gerstemout, druivensap uit concentraat. Gist, hop, donker bewaren. Druivensap uit concentraat, oké. Okay. Krijgt een 3,5 op een... Tapped gemiddeld. Ja, ik ga deze wel voldoende geven. En ik zal hem wel helemaal opdrinken, denk ik.
dit is denk ik niet aan mij besteed, deze stijl. Net zoals de Brut IPA vind ik het niet echt een toegevoegde waarde hebben. Dit is wel leuk voor oud en nieuw, zeker weten. Het is een keer wat anders dan champagne. Ik ga deze een 3,25 geven. Dus de 3 en een 3,25. En ja, het is gewoon niet mijn ding. Maar binnen zijn stijl is die denk ik best lekker. Hoewel dit eigenlijk de eerste is, dus ik kan het niet ergens mee vergelijken. Maar... Dus check Untappd even als je het zeker wil weten tussen de 3 en de 3,25. Ik zal onderaan de video nog even een linkje plaatsen naar de website van de Grolsch Proeverij. Dit was hem weer voor de laatste review van 2019. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van mijn YouTube kanaal op, in 2019. Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. En we gaan gewoon lekker door in 2020. Hopelijk gaan we dan nog meer mooie dingen voorbij zien komen. Ik denk het wel. Via deze weg wil ik jullie hartstikke bedanken voor het afgelopen jaar. En hopelijk zie ik jullie volgend jaar weer terug op dit kanaal. wil ik iedereen die kijkt, die hartstikke bedanken. En een heel erg mooie jaarwisseling toewensen. En hele een gezond nieuwjaar. En al het beste voor 2020. En dan zien we elkaar volgend jaar weer terug op dit YouTube kanaal. Onderaan de video vind je ook linkjes van mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collective. Ook namens de Dutch Beer Collective een goede jaarwisseling. Dit was hem weer. Proost en tot volgend jaar. Cheers.